De avond van Radio 5. Zendtijd voor politieke partijen. Goedenavond, welkom bij het CDA. Over een goede maand, om precies te zijn op 9 juni, zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Landmachtofficier Hanke Bruin Slot is 32 jaar, speelde hockey op het hoogste niveau, was tankcommandant in Oeriskan en wil nu voor het CDA de Tweede Kamer in. Ze staat op nummer 21 en is daarmee de hoogste nieuwkomer op de kandidatenlijst van het CDA. In deze uitzending legt ze haar opmerkelijke overstap uit. Wie is Hanke Bruin Slot? Ik ben 32 jaar. Ik woon in Utrecht en al verschillende jaren actief binnen het CDA. Binnen het CDA Utrecht, maar vooral binnen de dertigers. De dertigers is een informeel netwerk van twintigers, dertigers en af en toe een veertiger die in de grote steden wonen. En die praten regelmatig over actuele onderwerpen met elkaar. Verder, ik ben militair. Vroeger ook werkzaam geweest bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Jurist en actief binnen de sport. Wat bracht jij toe om je kandidaat te stellen voor de Tweede Kamerverkiezing van 9 juni? Van waar deze opmerkelijke overstap van de landmacht naar de politiek? Ja, voor mij voelt het echt wel als een logische stap. Ik ben in 2005 inderdaad naar de KMA gegaan, dus inmiddels werkzaam als officier. En daarvoor heb ik ook rechten gestudeerd en heb ik bij het ministerie van Binnenlandse Zaken gewerkt. Dus eigenlijk altijd wel voor de algemene zaak werkzaam geweest. En ook actief binnen het CDA. Maar het was eigenlijk voor het eerst, en dat is de aanleiding om mezelf kandidaat te stellen, dat ik in Oeriskan zag ik voor het eerst heel goed toen ik op uitzending was, wat het is als een samenleving niet een stabiele overheid heeft. En wat dat dan betekent voor de burgers. En dat mensen die daar wonen niet het onderwijs, de gezondheidszorg en de veiligheid hebben die wij hier hebben. En dan word je wel bewuster van hoe het voor ons in Nederland is. En dat we daar ook heel hard aan moeten werken om dat goed te houden. Wat is je persoonlijke motief? Ja, je hebt net al iets verteld. Maar wat is je persoonlijke motief om voor de politiek te kiezen? Nou, ik geloof heel erg in de kracht van mensen zelf. Dat is ook iets waar het CDA voor staat. Is dat mensen de gelegenheid en de ruimte moeten hebben om zelf hun kansen te pakken, maar ook om het initiatief in de samenleving te nemen. En de overheid schept daar de randvoorwaarden voor. Maar aan de andere kant, natuurlijk niet iedereen heeft evenveel kansen. En er zijn ook gewoon mensen die een vangnet nodig hebben. En dat moet je ook gewoon voor mensen maken. En daar staat de CDA ook voor. Dat motiveert mij. Je bent ook sportvrouw, je speelde hockey op het hoogste niveau. Speel je nog steeds? Ja, ik speel inderdaad nog steeds hockey, maar niet meer op het hoogste niveau. Nee, maar het is nog steeds een hele leuke sport. Eigenlijk sport in het algemeen vind ik heel belangrijk, omdat, en dat zie je ook terug, is dat je hebt teamspirit. Je werkt samen naar een bepaald resultaat toe. En je doet net een stapje harder voor je teamgenoten dan je misschien voor jezelf zou doen, omdat je het met z'n allen doet. En als je kijkt nu naar bijvoorbeeld onze economische situatie, dan hebben we het ook best wel moeilijk op dit moment. En juist dat is een moment dat je ook met z'n allen gewoon de schouders daaronder moet zetten. En ervoor moet zorgen dat je samen iets van maakt. Want in je eentje, zoals je ook als sporter in je eentje de bal pakt en dan wil scoren, dat red je nooit. Je moet het met anderen doen. Afgelopen week herdachten we op 4 mei de militairen en alle mensen die het leven lieten tijdens de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen en vredesmissies. En een dag later op 5 mei vierden we 65 jaar bevrijding. Wat betekenen deze beide dagen voor jou? Ja, het zijn voor mij wel echt bijzondere dagen. Ik ga eigenlijk al vanaf jongs af aan naar de herdenking toe op 4 mei. Het valt mij op dat ook steeds meer mensen, ik woon in Utrecht bijvoorbeeld, steeds meer mensen ook bij die herdenking aanwezig zijn. En het is een mooi moment. En het is voor mij afgelopen jaren ook gewoon persoonlijker geworden. Ik heb er meer beeld bij gekregen. Mm-hmm. En de kracht eigenlijk van de combinatie van 4 en 5 mei is dat we 5 mei ook de bevrijding vieren. En het bijzondere vind ik nog steeds van de bevrijding in 1945 dat er jongens als Canada en Amerika waren die echt niet wisten waar Nederland lag, dat die toch voor ons kwamen om ons te bevrijden. En dat zij niet genoegen namen met hun eigen vrijheid, maar ons vrijheid wilden geven. En dat is iets wat, en dat zie ik ook terug in mensen in mijn omgeving, dat, nou, dat besef is er gewoon van, ja, je moet voor je vrijheid echt vechten. Het is niet iets wat vanzelfsprekend is. Ja, het waren ook mooie beelden van de week. Die oud-veteranen die zo toegejuicht werden door alle mensen, de Nederlanders. Ja. Heel bijzonder. Ja, en ik zie dat ook wel steeds meer terug. En ik vind dat ook goed. Ik moet nu even terugdenken aan een speech van Jan-Peter Balkenende op het partijcongres. Op een gegeven moment haalde hij aan van, hey,
het goede werk wat de vrouwen en mannen in Oeriskan gedaan hebben. En de reactie die uit de zaal kwam, die was echt overweldigend. Het was één groot lang applaus, maar iedereen ging staan. En dat soort waardering, dat vind ik heel mooi om te zien. Hoe zie je de rol van Nederland in het kader van internationale veiligheid? Ja, Nederland heeft een belangrijke rol in internationale veiligheid. Wij als Nederlanders moeten ons niet achter de dijken verschuilen, maar echt gewoon actief meedoen. Ik bedoel, de welvaart van ons land met andere landen is zo ontzettend met elkaar verbonden. Dus je kan niet alleen maar voor jezelf gaan. En dat denk je bijvoorbeeld aan ontwikkelingssamenwerking. Het investeren in landen waarbij het slecht gaat, dat is erg belangrijk om te doen. Daar kunnen we met onze landbouw en met onze kennis van het water ook heel veel brengen. En aan de andere kant willen we natuurlijk ook onze ambitie op het gebied van crisisbeheersingsoperaties handhaven. Nou, en dat zie je heel duidelijk terug in een typisch Nederlandse aanpak. En dat is de 3D-benadering. Mm-hmm. Dat we niet alleen veiligheid komen brengen, dus dat is defense, maar ook werken aan een betere overheid. Dus diplomacy. En als later ook wat aan ontwikkeling willen doen, is development. Je bent nu kandidaat Tweede Kamerlid als je gekozen wordt. Waar wil je dan voor in gaan zetten in de Tweede Kamer? Nou, ik wil me vooral inzetten voor een betrokken en daadkrachtig Nederland dat goed op verschillende gebieden op haar toekomst voorbereid is. En mijn kwaliteiten liggen daarin niet alleen op het gebied van defensie, maar ik ben ook werkzaam geweest binnen het openbaar bestuur. Mm-hmm. Nou, sport natuurlijk en jurist. Maar het belangrijkste, en dat is het mooiste van Kamerlid zijn, is dat je moet je oren en ogen gewoon openstellen voor anderen. En die boodschappen met je meenemen naar de Kamer toe, naar de CDA-fractie toe en ook dat geluid daar laten horen. Wat, je had het net over openbaar bestuur. Wat moet ik dan aan denken? Wat heb je dan gedaan? Ik ben werkzaam geweest bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En heb me daar bezig gehouden met gemeenten en provincies. Dus met gemeentelijke herindeling. Mm-hmm. Maar ook met veranderingen binnen de structuur van gemeenten en provincies. En toentertijd ben ik ook heel veel bij gemeentes en provincies geweest. Die bezig waren met veranderingen. Wie is je grote voorbeeld? Ja, mooie vraag is dat. Ik heb eigenlijk niet iemand die echt waarvan ik zeg, nou, dat is mijn voorbeeld. Maar er zijn wel heel veel mensen of een aantal mensen in de geschiedenis, maar ook tegenwoordig, waar ik wel echt respect voor heb. En dan denk ik bijvoorbeeld als iemand aan Kennedy, die toch bekend is om zijn uitspraak, don't ask what your country can do for you, but what you can do for mm-hmm. your country. Dus echt van, nou, kijk wat je zelf kan brengen. Maar ook mensen als Martin Luther King en Mandela hebben, ja, dat zijn mensen waar je van kan leren. En dat moet je, daar moet je ook goed naar kijken. De campagne barst straks in alle hevigheid los. Wat staat er allemaal op jouw campagneagenda? Ja, van alles en nog wat. Ja, nee, wat leuk was dat vandaag heb ik chocolaatjes voor Moederdag uitgedeeld. Dat was echt heel leuk om te doen. Dat een chocolaatje met de wikkel van de CDA Loves Mama. Heel veel positieve reacties op gekregen. Dus het was echt ook weer mooie verhalen gehoord. En komende tijd debatten. Wat ga ik nog meer doen? Interviews. Ja, het is echt van alles en nog wat. En het is, ja, ik ben natuurlijk kandidaat Kamerlid. Zo ontzettend leuk. Ja. En heel veel mensen die je tegenkomt. Dus ik kijk heel erg naar uit. Je had het net over debatten. Heb je een concreet voorbeeld? Waar kunnen mensen jou in debat zien? Volgende week heb ik bijvoorbeeld een debat bij de Hogeschool van Utrecht. Waar ik met studenten in debat ga. Heb ik ontzettend veel zin in. Die hebben vaak scherpzinnige visies op bepaalde zaken. Dus het lijkt me een heel leuk gesprek. En afgelopen week was ik onder andere bij het Bevrijdingsfestival Rotterdam. Waarbij ik in debat ben geweest met onder andere Arjan Erkel. En een aantal mensen die ook vluchteling zijn geweest uit Irak, Iran en Afghanistan. En dat was ook een goed gesprek, maar ook een bijzondere ervaring om met mensen te praten die uit zo'n omgeving naar Nederland toe komen. Mag ik je heel veel succes wensen met de campagne en dank je wel voor dit gesprek. Ja, dank je wel. Meer informatie, surf dan even naar onze website www.cda.nl of bel tijdens kantooruren 070 342 4888. Wilt u ook op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in Den Haag? Kijk dan op www.cdavandaag.nl. Tot over 2 weken.